Wij vinden een drijvend zonnepark in onze provincie natuurlijk echt geweldig, want dit is wat we nodig hebben. We zijn bezig met de energietransitie en we zijn er nog langer niet, dus we hebben echt alles nodig en vooral ook dubbel ruimtegebruik. 3, 2, 1, 2. Wat GroenLeven hier gerealiseerd heeft, je ziet het heel moeilijk, want jammer genoeg gaat de zon onder, is een drijvend zonnepark met 76.000 panelen. Heel mooi in flora en fauna. Luister maar even, de vogels komen over. In flora en fauna embedded. En daarmee leveren we met 76.000 panelen groene stroom voor 12.000 huishoudens. Maar ook nog eens een keer voor de zandafgraver Kremer Zand en Gint. En die zijn helemaal aan het elektrificeren. En daarmee is hernieuwbare energie voor zowel de industrie als huishoudens. Ja, daar zijn we super trots op. Ja, trots. En blij. Ja, absoluut. Het gevoel is zo goed dat wij dus natuurlijk dat zand van dieptes van 30, 35 meter omhoog halen. Helemaal klasseren, uit elkaar halen, wassen, sorteren. Zonder uitstoot. Gewoon echt op het zon. Op de kracht van de zon. Nou, dat voelt goed. Niet alleen voor mij, maar ik zie ook dat doorspekt wordt door de organisatie bij ons, de personeelsleden, die vinden het ook mooi. Het gaat steeds meer en meer leven. Nou, dat doet mij wel goed. Ja. Ik ben ontzettend trots. Ik ondersteun dit plan van harte. En de gemeente Westerwolde uiteraard ook. Dit past in onze visie duurzaamheid. Wij hebben ons een doel gesteld en daar maakt dit onderdeel van uit. Het maakt het juist extra mooi omdat het op het water is. Het grootste drijvende zonnepark van Europa. Nou, daar kun je als Westerwolde alleen maar trots op zijn. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over het tegengaan van klimaatverandering en energietransitie in Glasgow. Maar hier in de gemeente Westerwolde gebeurt er met de opening van een drijvend zonnepark achter mij. Ja, de reden dat dit een goede locatie is, is dat het gewoon nabij het bedrijf is, waar ook de energie gebruikt gaat worden. Ja, we hebben ook gewoon ruimte hier, laten we wel wezen. En er wordt ook nog eens ecologisch onderzoek naar gekoppeld. Dus wat ons betreft echt helemaal perfect. Hier kunnen we van leren en dan kunnen we daarna nog meer doen. 3 jaar geleden konden we dit nog niet. En dit is inmiddels park nummer 10. Die kennis, die kunnen we gaan exporteren. Dat hebben we natuurlijk als Nederland altijd gedaan. Niet alleen producten geëxporteerd, maar ook kennis. Dat zorgt niet alleen hier lokaal in de buurt, maar voor als heel Nederland, dat we een nieuwe industrie kunnen gaan ontwikkelen. Ja, we doen het voor de volgende generaties. Dus innovatie in de gemeente Westerwolde. Jongens, dit is wat nodig is. Gefeliciteerd! Het is niet mijn vakgebied, ik ben er niet in thuis, maar ik geloof wel de mensen die zeggen, hey, we waarschuwen ervoor, als we zo doorgaan op deze voet, gaat het niet goed. Nou, dan neem ik maar aan dat dat zo is. En dan vind ik ook, dan ga je ernaar acteren, ga je het ook doen. En dan voelt dat heel goed. Als je dan terugkijkt, ja, voor de volgende generatie moet het beter achterlaten als waar wij nu wellicht mee bezig zijn. Mensen raken niet zo in de stress van 2 graden. Nee, maar fundamenteel gaat de hele flora en fauna veranderen. Daarvan raak ik in de stress. Dat ik daar een steentje of 76.000 panelen van kan bijdragen, dat vind ik super gaaf. We kunnen niet meer vooruit schuiven, het is aan ons. Wij moeten nu de grote stappen zetten om te zorgen dat de komende generaties nog op een goede manier kunnen leven. Ja, en daar draagt dit wel aan bij.